In deze reeks sparren onze 5 NOC-NSF sportambassadeurs met 5 RSM-collega's over belangrijke vragen die voor elke professional van belang zijn. Wat is mijn drive? Hoe ontwikkel ik mezelf? Gaat het vooral om grenzen verkennen of grenzen verleggen? Werkplek wordt speelveld, laptop wordt scorebord en de deadline is de limiet. Want je groeit pas echt als je wordt uitgedaagd. Voor je staat Katja Stam, 24 jaar en fulltime beachvolleybalspeelster. Voor je staat Rijsje Schoon, 21 jaar en topsportatleet beachvolleybal. Meteen vanaf het begin was ik verliefd op beachvolleybal. Ik werd één keer uitgenodigd in Den Haag om hier te komen trainen. En ik woonde toen bij mijn ouders in Emmen. Dus dat was 2,5, 3 uur rijden. En de terugweg naar die eerste training heb ik zo'n grote glimlach opgezet, 3 uur lang. En toen wist ik dat ik verliefd was op deze sport. Ja. Wat ik vooral bijzonder vind aan beachvolleybal is dat je met z'n tweeën bent. Dat je eigenlijk alles samen moet oplossen omdat er geen coach is. Maar je bent ook heel nauw met elkaar verbonden. Als je in de zaal staat met 6 personen, dan is het toch, kan er één zijn die wat minder is en dan kan het team alsnog redelijk functioneren. Maar als er hier één van beiden dat niet doet, dan is het meteen klaar. Mijn motto is eigenlijk wel dat ik ervoor zorg dat plezier altijd voorop staat in wat ik doe. Dus ik heb niet elke dag zin om altijd maar op de training te staan en niet alles is leuk wat je doet. Maar ik zorg als ik in het diepst van mijn hart altijd kijk waarom ik beachvolleybal doe, dan denk ik, ja, ik vind het leuk. En ik zorg dat ik er plezier in hou. En ik geloof ook dat daardoor de prestatie gaat komen en niet, dat het niet andersom werkt. Nee, het is zeker niet leuk om te verliezen. Ik haat verliezen zelfs. Maar ik denk dat daar ook weer goede dingen uit voort kunnen komen. En als je daarna wel wint en dat weer overwonnen hebt, is dat weer iets waar ik wel heel veel plezier uit haal. Train like your number two and play like your number one. Vind ik inderdaad wel een belangrijke quote die ik ook veel in mijn achterhoofd hou. Omdat ik er gewoon in een training voor wil zorgen dat er eigenlijk altijd iemand boven mij staat, waardoor ik moet blijven vechten om beter te worden. Maar in de wedstrijd wil ik juist laten zien van kom maar op, ik ben goed en laat maar zien wat de ander in huis heeft om van mij te kunnen winnen. Topatleet beachvolleybal houdt eigenlijk in dat ik heel de dag bezig ben met mezelf te ontwikkelen om zo goed mogelijk beachvolleybal te worden. En daarbij gebruik ik het indoorvolleybal om mezelf uiteindelijk te ontwikkelen om op het zand er uiteindelijk te kunnen staan. Ik heb zelf de keuze gemaakt om ook in de zaal te staan, omdat ik geloof dat ik op die manier mezelf beter ontwikkel. Mijn moeder heeft me nooit gepusht, maar uiteindelijk heeft ze wel een spelsysteem ontwikkeld, waardoor je op jonge leeftijd kan gaan beachvolleyballen. En ja, dat heeft me wel echt getrokken en op die manier heb ik wel waarschijnlijk de keuze gemaakt voor uiteindelijk ook beachvolleybal. Ik denk zeker dat we als we op het zand staan dat we onze eigen coach zijn, omdat je tijdens de wedstrijden ook geen coach aanwezig is. Maar dat doen we wel in een combinatie met partner, dus met Katja Stam. Omdat je bent samen een team en samen moet je uiteindelijk presteren en zo probeer je elkaar aan te vullen. Resultaat wil niet altijd alles zeggen. Je kan ook een hele goede trainingsweek hebben en dat het er uiteindelijk niet uitkomt. Maar op lange termijn geloof ik dat als je kleine doeletjes stelt, je uiteindelijk beter wordt. Het belangrijkste doel voor anderhalf jaar is denk ik toch wel elke dag gewoon beter worden en daarin plezier hebben. Omdat ik geloof dat op die manier de prestaties vanzelf komen. En als ik te veel bezig ben met presteren, dan geloof ik dat ik uiteindelijk minder met plezier op het veld sta. En dat wil ik niet. Nou, het beachvolleybalwereldje is klein, dus je kent elkaar wel. Maar we hadden nog nooit samen getraind op dat moment. We wisten een beetje hoe we speelden. Maar of dat we klikten, op dat moment wisten we dat nog niet. Dus we zijn eigenlijk gewoon een beetje samen gaan trainen. En uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt samen met onze coach dat we samen wilden gaan spelen. Ja, dat we dat moment op de nummer 1 op de wereldranking stonden, dat was echt super cool. Dat ging ook echt heel erg snel, boven verwachting. Maar dat je daar tussen die grote namen staat, waarbij je eigenlijk 2-3 jaar geleden nog denkt, oh, die zijn echt heel goed en ik heb die gezien, want die stond op de Olympische Spelen. En 2 jaar later sta je gewoon boven ze. Dat is super cool. We hebben samen korte en lange termijn doelstellingen neergezet. En een lange termijn doelstelling op dat moment was Parijs. Die komt nu iets dichterbij in zicht. En uiteindelijk met de korte termijn doelstellingen proberen we Parijs te halen. Ja, we houden elkaar vooral scherp door ervoor te zorgen dat we de kernwaardes die we als team hebben, dus wat we eigenlijk net al besproken hebben, het plezier en het positieve, maar ook die kleine doelstellingen. Ik denk dat dat allemaal punten zijn die we gewoon blijven herhalen en blijven benoemen met z'n tweeën, waardoor we
elke dag hier weer met plezier naartoe komen. Want ja, we zijn hier nu met z'n tweeën, maar ons team is natuurlijk veel groter met een bondscoach, een assistentcoach, een krachttrainer, een performancecoach, een diëtiste. Daar zitten zoveel mensen omheen en daarmee maken we gewoon elk puzzelstukje steeds een beetje tot één geheel. En één ding daarvan is dus bijvoorbeeld van wat vinden wij nou echt belangrijk als team? En dat hebben we ook met het hele team bepaald. Ik geloof dat grenzen altijd te verleggen zijn en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om als topsporter om jezelf elke dag te ontwikkelen en beter te worden als je tegenstander, want elk procent telt. En dat zie je wel aan het deelnemersveld, het ligt zo dicht bij elkaar. Als je een goede dag hebt of als je een slechte dag hebt, het maakt allemaal uit. En we willen uiteindelijk natuurlijk op ons slecht spelen en nog steeds winnen. En daarvoor proberen wij elke dag onszelf te ontwikkelen. Ik denk zeker dat we misschien wel eens over een grens zijn gegaan. Ik denk zeker als ik naar mezelf kijk dat ik redelijk emotioneel ben in zowel winst als ook verlies. En dat daar wel eens de heftigste discussies uit kunnen komen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat goed is. Omdat daarmee wel alles open en eerlijk op tafel ligt en ik wel gewoon kan zeggen wat ik denk. En we vervolgens daar weer mee verder kunnen naar een volgende training. De klik is denk ik het belangrijkste. Ik vind ook überhaupt dat het mentale aspect van topsport, zeker nu we steeds meer richting die top gaan komen, vind ik dat alleen maar belangrijker en belangrijker worden. Want ik denk dat iedereen goed kan volleyballen die nu in de top 20 van de wereld staat. Maar juist degene die weet wanneer die wat moet doen, op welk moment en daar ja, het sterkst in zijn hoofd in staat, die geloof ik dat die het beste is. Tegenover jou staat Wouter Somer. Ik ben tekstmanager binnen ISP. Ik ben Nikki Goes, 25 jaar. En ik werk momenteel als assistant manager binnen het risk en compliance team van RSM Business Consulting. Ik hou me met name bezig met advisering en audits op het gebied van financieel toezichtrecht. De 6 jaar bij RSM omschrijven in stappen. Ik ben actief in het juridische vakgebied, dus ja, je krijgt een basis juridische kennis mee. Maar dit vakgebied is toch een specialisme. Dus ja, ik heb heel veel geleerd van mijn collega's. En uiteindelijk verder doorontwikkeld dat ik het nu ook mag leren aan onze nieuwe collega's die starten bij RSM. Proactief zijn, nieuwsgierig zijn en gewoon de kansen pakken zijn. Met name de ingrediënten om inderdaad door te groeien als je al langere tijd bij RSM zit. En het nog steeds interessant wil houden. Je moet jezelf blijven uitdagen. En daar worden binnen RSM ontzettend veel kansen voor geboden. Dat je ook altijd uitgedaagd blijft. Ik ben wel ingesteld door doelen te stellen. Dat vind ik heel belangrijk, omdat dat je ook gestructureerd houdt naar de toekomst toe. Ik heb zeker ambities en doelstellingen binnen RSM voor de komende jaren. Zo zou ik graag ons AML-team, Anti-Money Laundering team, willen uitbreiden. Met meer collega's en meer specifieke werkzaamheden op dit vakgebied. Bij RSM is het zeker hard werken, maar er is ook veel ruimte voor plezier. En ik denk dat het ook het belangrijkste ingrediënt is om het werk moet je leuk houden samen met je collega's. Want anders ga je het nooit 6 jaar volhouden. En dat is één ding wat zeker goed zit bij RSM, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel hard werken. Je hebt zeker een coach nodig op de werkvloer. Je bent aan de ene kant je eigen coach. Ik ben wel iemand die voor mij de lat vaak hoger legt om mezelf uitgedaagd te houden. Maar je hebt ook altijd iemand nodig met wie je kan sparren binnen het team. En dat kan je naaste collega zijn binnen het team zelf. Maar ook zeker een leidinggevende die jou net even scherp houdt. Wat je vooral ook niet goed doet. Omdat dat je motiveert om weer de volgende stap te zetten. Mijn specialisatie is Global Employer Services. Dus ik hou me bezig met internationale dienstverlening van werknemers, sociale zekerheid, 30% regelingen, internationale payroll en alles wat er omheen komt kijken. Op dit moment is de rol Tax Manager echt iets wat bij Wouter past. Ik ben nu op een punt in mijn leven waarin ik wel denk van ja, ik heb de basis gehad en nu wil ik de basis overbrengen naar de anderen. Maar ook verder kijken naar boven van wat er nog meer in ligt. Ambities bij mij zijn er zeker. Voornamelijk het hoger opkomen, alles eruit halen wat erin zit. Hoe ver kan je komen? Dat is zeker een vraag waar ik zelf ook naar kijk. En waar ik denk dat binnen RSM zeker mogelijkheden liggen. Binnen RSM zijn er zeker kansen om mijn eigen ambities waar te maken. Je wordt uitgedaagd om deze ambities naar boven te halen. Om zeker te kijken naar je toekomst. Je hebt mentorgesprekken binnen RSM. Om te kijken van oké, wat kan je nu, wat doe je nu, waar wil je naartoe. De kansen liggen er, je moet ze alleen wel zelf
pakken. Grenzen verleggen is zeker heel belangrijk, hè, want je wilt jezelf uit blijven dagen. Je wilt niet zitten op een plek waar je alleen maar constant hetzelfde doet. Arbeidsvoorwaarden zijn zeker ook belangrijk, maar ik denk dat die in elk bedrijf wel hetzelfde zijn. Dus dan is uitdaging toch het belangrijkste. Vakinhoudelijk denk ik niet dat wij samenwerken, omdat onze vakgebieden niet veel raakvlak hebben. Kijk, mocht je een keer een vraag krijgen van een klant die toevallig binnen jouw vakgebied zou vallen, dan zou ik je uiteraard aanschieten. Ik denk dat wij wel veel samenwerken als het gaat om spanningpartner zijn van elkaar en elkaar uitdagen van nou ja, dit zou je beter kunnen doen of zo kan je het aanpakken richting je volgende stap. Je probeert juist wel met elkaar mee te denken. Teamwork is heel noodzakelijk. Zeker binnen ons team, omdat we verschillende service lines hebben. Wij proberen binnen het team juist wel uit te dragen dat je de complete oplossing voor de klant kan bieden. En juist door veel samen te werken met verschillende teams, en daarom is die klik ook zo belangrijk en het gezellig hebben en samen zitten binnen een hoekje, juist dan ben je in connectie met andere teamgenoten en dan schakel je even makkelijker als een klant zegt, nou ik heb een vraag over sustainability, oh ik vraag die en die collega even. Wij hebben zeker waardes in het team die van belang zijn. Met name wat binnen ons team belangrijk is, is het zijn ja, nieuwsgierig zijn. Nieuwe dingen willen leren, nieuwe vakgebieden willen leren kennen. En vooral ook ja, proactief zijn in het opzoeken van die uitdaging. Passie tonen in het werk, dat is ook heel belangrijk. Ik hoorde de dames van het volleybalteam net al zeggen dat echt het leuk vinden wat je doet, dat heel belangrijk is. En ik denk dat het bij ons ook echt wel belangrijk is om leuk te vinden wat je doet. Want als je iets met tegenzin gaat doen, dan ga je ook geen succes bereiken. Wat ik meeneem vanuit vandaag, de dag met de volleybalsters, denk ik dat discipline, doorzettingsvermogen, samenwerken, want dat is echt wel wat je nodig hebt op het veld. Dat moeten wij ook natuurlijk bij ons op de afdeling. We moeten goed kunnen samenwerken, want in je eentje red je het niet. Ja, ergens aan bouwen, dat is wat wij binnen het team ook doen. En dat maakt het juist zo bijzonder om voor RSM te werken. Je krijgt ook de kans, zeker als jong professional, om echt mee te bouwen aan het team. En je hebt daar zelf ook een hele prominente rol in. Dat maakt het werk ook zeer uitdagend en leuk. Ik denk dat elk team naar elkaar echt wel moet gaan kijken. Van wat doet dat team goed? Wat doet een ander team goed? Waar gaat het mis bij een ander team? Leer van fouten, maar leer ook van successen. Ja, kunnen we beginnen? Kom maar op met je vraag. Nou, Katje, wat doe je graag in je vrije tijd op het moment dat je niet op de baan staat en niet in het buitenland bent voor wedstrijden? Nou, waar ik vooral veel van geniet is tijd met vrienden en familie. Aangezien ik die gewoon weinig zie doordat ik in het buitenland ben of veel aan het trainen ben. Dat en mijn studie fysiotherapie zie ik ook wel echt iets als ja, bijna mijn hobby. Omdat dat wel een beetje de tweede plek is. Maar daar haal ik ook weer energie uit door mezelf ook op een andere manier te ontwikkelen. Je zegt studie fysiotherapie? Ja. Hoe is dat te combineren dan als je zo vaak in het buitenland zit? Heb je vrijstellingen? Mag je er langer over doen? Ja, ik doe er sowieso langer over. Mm-hmm. Dus ik ben nu al 7 jaar bezig, denk ik. Dus het duurt wel even. En ik krijg, ja, ze helpen me er wel bij. Er zijn niet per se vrijstellingen, want ik moet alsnog gewoon het aantal uren stage lopen en in de praktijk zijn zoals ieder ander dat moet. Zodat ik wel ja, goed genoeg ben om straks de praktijk in te kunnen. Maar ze denken wel gewoon mee en daardoor kan ik het wel juist blijven combineren. Ja, wat ik ook wel interessant vond, jouw moeder coacht je. Ja. Nou doe ik mijn hobby ook samen met mijn moeder. En ik weet dat het best wel eens lastig is, zeker als puber, om naar je moeder te luisteren. Hoe doe jij dat? Nou, ik ben eigenlijk al vanaf het begin, ik denk dat ik sinds mijn 7e al onder mijn moeder train. Dus ik ben er ook eigenlijk in opgegroeid. Ja. Vaak als mijn moeder me tips geeft, dan weet ik eigenlijk al wat ze gaat zeggen. Omdat je gewoon gewend bent aan het spelsysteem, hoe wil je spelen. Je hebt echt een stemmetje in je achterhoofd als je iets fout doet. Van ja, oké, mijn moeder zou nu dit zeggen. Dus eigenlijk heb ik daar nooit heel veel moeite mee gehad. Omdat ik het zelf ook weet dat het op dat moment niet goed genoeg is. En ze me alleen maar beter probeert te maken. Dus ik heb er geen last van gehad. Hoe doe jij dat samen met je moeder? Nou ja, ik vond het een, soms wel eens lastig, maar mijn moeder en ik zitten wat meer op hetzelfde niveau. Dus ik denk wel als mijn moeder ook topsporter zou zijn, dan luister je er wat sneller naar, denk ik, dan dat je het allebei hobbymatig doet. Maar ja, het is wel leuk om het samen ook met je moeder te doen. Dat is wel heel bijzonder, maar dat zou jij ook hebben. Ja, ja, zeker. Ook als je terugkijkt naar momenten die je samen beleefd hebt, ups en downs, en dat er dan een mooi resultaat uitkomt, dan is dat dubbel zo mooi dat je dat samen ook echt aan gewerkt hebt. Ja. Ik vroeg me af, heb jij ooit iets met balsporten gedaan?
Ik doe nog steeds balsport. Ik doe zaalvoetbal. Ja? Eerst altijd op het veldvoetbal gedaan, keeper geweest. Toen eerste klas zaalvoetbal gedaan als keeper. En nu is het nog zaalvoetbal, maar dan gewoon gezellig met een stel vrienden. Ja. 4-4 spelen op kleine doeltjes. En padel met collega's. Dat, we zijn niet alleen dat team, gehoord. Niet alleen team op kantoor, maar ook buiten kantoor vinden we dat heel belangrijk om samen te zijn, samen te werken. Is het echt een bewuste keuze dat je buiten je werk met je collega's iets wilt doen? Of? Ja. Okay. Ja, vind ik heel, heel belangrijk. Ik vind dat je zakelijk en privé wel gescheiden moet kunnen houden. Dus als er iets gebeurt tussen collega's onderling op de werkvloer, vind ik wel dat het belangrijk is dat als je de deur achter elkaar, als je de deur achter je dicht trekt samen, dat je buiten kantoor gewoon weer normaal met elkaar om kan gaan. Ja. Laat het zeker niet beïnvloeden. Ja. Maar ook wat in privé situatie gebeurt, laat het ook de werkvloer niet beïnvloeden. Ja. Ja, dat is wel een beetje hetzelfde bij ons. Op het moment dat we het een keer niet met elkaar eens zijn of een wedstrijd is slecht of iemand speelt niet goed, dan is het wel, als de wedstrijd klaar is en we hebben het gezegd, dan is het wel goed. En dan zijn we inderdaad gewoon weer Reiza en Katja de persoon. En dan gaan we gewoon weer verder met waar we. En als jullie dan een slechte wedstrijd hebben gehad en dat bijvoorbeeld echt Reiza is geweest die fout heeft gemaakt tijdens de wedstrijd en jij zat er heel lekker in. Hoe ga je dan die deur uit? En dan weer gewoon normaal. Is het dan nog wel iets dat je dan samen tijdens een etentje of dat je buiten de deur samen gaat eten en dat nog wel even nabespreken? Of? Heel af en toe, maar meestal is het wel na de wedstrijd dat we gewoon zorgen dat het meeste er gewoon uit is, dat het meeste gezegd is. Maar als er dingen zijn waarvan we later er nog opkomen of denken van maar misschien kunnen we het zo nog beter maken. Of want op het moment dat Reiza bijvoorbeeld niet lekker zou spelen en ik wel, dan heb ik alsnog een aandeel om ervoor te zorgen dat Reiza wel lekker gaat spelen. Correct. Dus, en vice versa net zo goed. Dus dat blijft een proces die blijft gaan, we het over kunnen hebben, maar qua grootste emotie en dingen die gezegd moeten worden, is het meeste wel in de nabespreking gewoon geweest. Zo zie je dat dan. Topsport en als ik kijk naar ons het bedrijfsleven, de professionaliteit daar, dan is dat toch wel echt hetzelfde. Je kan in je eentje nog zo goed zijn, maar het team om je heen is ook heel belangrijk. Ja absoluut. Ja, en zeker die connectie inderdaad tussen het bedrijfsleven en topsport, dat merk ik steeds meer in gesprekken die ik inderdaad heb met mensen die nu werken. Want om me heen, vroeger waren alleen maar mensen die op school zaten en dat soort dingen. Ja. Maar nu gaan steeds meer vriendinnen om me heen ook werken en dan zie je ook allemaal gelijkenissen en nu met bepaalde sponsoren of andere bedrijven waarmee we samenwerken. Ja, ik vind het wel vet om te zien hoe meer die vergelijking er is dan dat je misschien zou denken. Wat ik zelf in het werk heel belangrijk vind is om jezelf altijd uitgedaagd te houden, doelen te stellen voor jezelf. Dat zullen jullie als geen ander kennen. Hoe ga jij daarmee om? Ja, nee, ik vind het ook echt een heel belangrijk aspect. Omdat ik gewoon merk als ik doelen stel, dan wil ik ze ook halen. En dan zou ik er ook alles voor doen om die doelen te gaan halen. En juist als ze gehaald zijn, dan ben ik eigenlijk niet tevreden en wil ik ze eigenlijk weer nieuwe doelstellingen hebben. Wij zijn daar heel erg mee bezig. En momenteel heb je dan korte termijn doelstellingen en lange termijn doelstellingen. Nou, een lange termijn doelstelling was Parijs, maar dat wordt steeds meer een korte doelstelling. Ja, maar nog iets meer dan een jaar. Maar op die manier merk je gewoon dat je een betere ontwikkeling hebt. En op die manier vind ik het ook echt heel belangrijk dat die doelen gewoon gesteld worden in de training. En daar sta ik elke dag voor. Dus eigenlijk leg je de lat voor jezelf telkens iets hoger. Ja, die lat blijft steeds hoger. En soms is dat niet goed, omdat je ook moet genieten en blij moet zijn met waar je al staat. Maar dat komt wel na de carrière. Dus voor nu is het vooral elke dag een stapje hoger. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen, zeker als je de lat elke keer hoger legt, dat je soms als het te maken hebt met tegenslagen of teleurstellingen. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van je tegenstander, van de omgeving waar je in speelt. Hoe ga je daarmee om? Ja, nee, verlies is natuurlijk nooit leuk. En zeker niet als je verliest van jezelf. Als je zelf slecht speelt en je verliest, dan komt die klap eigenlijk dubbel zo hard aan. Als de tegenstander gewoon beter is, dan kan je het iets beter accepteren, maar leidt wel tot dat je eigenlijk nog steeds harder wil werken. Dus dat heb je natuurlijk het liefst. Nou, ik denk wel dat wij nu op het niveau zijn dat als we verliezen het vaak aan onszelf ligt. Dat wil niet zeggen dat de tegenstanders niet goed genoeg zijn, want iedereen op dit niveau is echt, daar kijk ik eigenlijk nog steeds tegenop. Maar op die manier hou je jezelf wel scherp, dat je gewoon moet blijven ontwikkelen. Elk procent telt, omdat je op die manier alleen met de winst vandoor gaat en dat willen we uiteindelijk. Ja. En daar spreek je denk ik ook wel over met mensen om je heen die je dan net even helpen
handvatten te geven. En in de media is er de afgelopen 2 jaar ook wel meer op ons afgekomen. En ik denk dat dat zeker wel even wennen was, omdat daar ook een bepaalde verwachting bij komt. Zoals we bijvoorbeeld erover gehad hadden dat we nummer 1 van de wereld stonden, wat eigenlijk zo ging. Ja. En dat dan de verwachting van de media ook meteen is, ja, dat blijft toch wel staan. En waarom gaat het nu niet? En zit je nu in een dipje? Of, ja. Terwijl dat soms qua proces wat we hier elke dag meemaken, zitten we soms heel ergens anders. Maar dat weet de rest daaromheen niet. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je daar dan, is dan de coach die daarmee helpt? Hè? Wat je zegt, dat je dan heel lang op 1 staat, je zakt weg van de 1. Media verwacht dat je gewoon op 1 blijft staan. Wie helpt jullie daarmee om daarmee om te gaan? Ja, coach sowieso. Die zit natuurlijk ook het dichtste op het proces waar we mee bezig zijn. Dus die kan gewoon zeggen, jongens, oké, we zijn geen nummer 1 meer, maar kijk eens wat voor stappen we aan het maken zijn. En daarbuiten hebben we nog sowieso een sportpsycholoog en een performance coach die meer gaan om wat doe je met media, wat doe je überhaupt met je gedachten, hoe zet je dat om naar iets wat wel helpt of waar je wel controle over hebt en waarover niet. Dus dat is meer de theoretische kant in die zin. Ja. Dat kun je dus echt als bedrijfsleven, want als bij ons ook een keer misgaat, zal er altijd iemand klaarstaan die zegt van kom op, weet je, nu is het misschien wat minder. Morgen, je hebt vandaag goed gedaan, morgen gaan we gewoon weer beter doen. Ik vind het zo leuk. Ja. En kan je dat ook omzetten, die tegenslagen? Ga je daar makkelijk mee om of vind je dat wel lastig? Ik heb af en toe wel het idee van oké, ik wil even alleen gelaten worden. Mm-hmm. Dat je toch baalt als iets niet goed gaat. Maar als ik praat dan over mezelf, ik kan het heel makkelijk van me afschuiven en gewoon weer de rondag weer doorgaan en opnieuw beginnen. Ja. En over uit eten gaan, want ik denk dat dieet een heel belangrijk onderdeel is van sport. Nou, ik denk dat mijn collega's hard gaan lachen als ze dit horen, maar ik ben nogal fan van gebak en de McDonald's. Wat is jouw guilty pleasure? Of heb je die niet? Ja, ik heb wel een guilty pleasure. Dat is wel echt een frappuccino van een Starbucks. Of, ik ben helemaal geen koffie, dat vind ik helemaal niet lekker. Maar gewoon, als je gewoon vraagt zonder koffie, vind ik dat echt heel erg lekker. Ja. En dat kan ook echt hoor. Het is niet dat je echt niks meer mag eten omdat je strikt in je programma zit. Ik vind het zelf ook gewoon heel fijn om gewoon ook al dat als uitlaatklep te hebben. Om gewoon niet altijd met beach volleyball bezig te zijn, maar ook gewoon een leven buiten je beach volleyball. En natuurlijk, als je naar een toernooi toe bouwt, dan let je er iets meer op. En dan gaat het ook allemaal vanzelf. Maar het is niet dat het echt niet mag. Nee, en naar de toekomst toe, hoe zie je dat? Zou je altijd blijven beachvolleyballen of zou je ook daarna nog graag iets anders willen doen? Nou, nee, beach volleyball kan niet voor altijd. Rond je 30ste, 32, 34, dan is het bij een vrouw vaak wel over. Maar daarna zou ik wel heel graag de sport echt groot willen maken. Zoals de sport beachvolleybal. Maar ook over het algemeen sporten. Dus dat kinderen van jongs af aan leren van gewoon dat sporten belangrijk is. Dat ze ook een goede ontwikkeling krijgen daarin. Dat zou ik wel graag in mijn gemeente willen doen. En uiteindelijk zo breed mogelijk maken dat het gewoon iedereen in beweging blijft. Leuk. Is het soms niet eenzaam om topsporter te zijn? Misschien aan de ene kant wel en aan de andere kant weer niet. Ik denk namelijk aan de ene kant ben ik altijd eigenlijk met reizen, of in ieder geval altijd met een team om me heen waarmee ik alles deel elke dag. Maar aan de andere kant zijn er ook belangrijke mensen in mijn leven zoals mijn ouders en mijn vriend waarmee ik ook heel veel deel, maar nooit helemaal, ze zijn niet bij elk toernooi. Ja. Dat ik ze altijd kan laten zien als ik in Mexico heb gewonnen van kijk hoe hard ik hier heb lopen strijden en dat ik dit heb gewonnen. Terwijl zij aan de andere kant wel ook heel veel voor me doen. Dus in dat opzicht zou ik soms ze wat vaker mee willen nemen. En zie je dan Raisa en het team om je heen, zie je dat dan ook als een tweede familie of is het toch wel echt professioneel sport? Nee, ik zie hem wel als een tweede familie. Ja, daarvoor zie ik ze ook gewoon te veel. En is het ook te hecht wat je met z'n allen opbouwt. Want ook buiten training en wedstrijden zijn we gewoon heel veel samen aan het eten. En ook met de coaches. En ga je toch, zit je toch 13 uur in een vliegtuig of gaat er eens iets helemaal mis. En dan moet je het ook leuk maken met z'n allen. Of deel je ook stomme dingen. Oké. Wij gebruiken heel veel data om teams te analyseren en te weten wat ze doen. Gebruiken jullie ook zoveel data? Ja, ik denk dat we zeker veel data gebruiken. Als ik kijk voor het werk wat wij voor klanten doen, is dan analyseren wij de gegevens van klanten, hoe zij hun dossiers opbouwen. En op basis daarvan geven wij een oordeel uit of ze voldoen aan de wetgeving, wet en regelgeving.
Maar daarnaast kijken we door middel van data ook natuurlijk binnen ons eigen team. Hoe presteren we? Wat zijn de cijfers binnen ons eigen team? Op welke vlakken kunnen we nog verbeteren? Waar we bijvoorbeeld veel naar kijken is hoe vaak zijn we met vaktechniek bezig? Wat zijn je directe uren voor de klanten? Maar ook hoeveel tijd investeren we in het begeleiden van onze mensen? Want dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijk onderdeel binnen je team. Om echt te investeren in je mensen. Te voorzien van voldoende coaching als ze tegen bepaalde vragen aanlopen. Maar goed, dat zal voor jullie niet anders zijn, denk ik. Ja, wij gebruiken het heel veel om... iedereen heeft zijn favoriete ballen die hij wil spelen. Iedereen heeft zijn zwakheden. En die proberen we natuurlijk zo goed mogelijk uit te pluizen. En dat kunnen wij heel erg goed doen met data. Alles wordt gescand. Elk detail wordt er eigenlijk uitgehaald. En op die manier proberen wij de zwakste punten van de tegenstanders eruit te prikken. Ja. En waar wij op kunnen aanvallen. Ik hoorde dat je carrière wil maken bij RSM misschien wel. Maar heb je daar ook opofferingen voor nodig? En wat zijn die? Voornamelijk in het begin, toen ik begon. Je wilt heel snel omhoog klimmen. Je wilt hoog komen. Dus je wilt zoveel mogelijk laten zien van jezelf. Ja. Je bent zoveel mogelijk aanwezig op kantoor. Je pakt zoveel mogelijk projecten op. Soms iets te veel, dat je zelfs projecten niet af kan ronden. Je maakt veel uren. Wordt ook enigszins van ons verwacht. Naarmate je steeds professioneler wordt in je werk, je langer in het werkwereld zit, dan kan je echt wel beter een balans maken tussen privé en werk. Ja, dat is bij ons denk ik ook wel inderdaad. Misschien bij ons meer nog in het fysieke vlak, van wanneer ga je nou te ver in een training en doe je te veel en is dat niet meer helpend voor een wedstrijd, maar wanneer moet je ook juist even doorzetten, omdat je gewoon sterker moet worden en niet zo moet zeuren, om het maar zo te zeggen. Dus je niet overtrainen. Dat, ja, maar toch ook wel die grens opzoeken. Ja. Zie jij je collega's wel buiten het buiten de werkuren? We proberen buiten de werkuren binnen het team wel vaak teamuitjes te organiseren. Ja. Zodat je elkaar ook op een andere manier leert kennen. Omdat het dan ook makkelijker is om naar elkaar toe te stappen. Ja. Als je elkaar ook wat meer persoonlijk kent. En daarnaast denk ik zeker binnen een wat groter team. Zeker als je op managerniveau zit. Dan is het van belang om ook je mensen te leren kennen. Van hoe geef je feedback, hoe moet je feedback ontvangen, omdat iedereen anders daarop reageert. En juist teamuitjes en elkaar op persoonlijk vlak wat beter leren kennen, kan ook zorgen dat je de boodschap net even wat beter kan overbrengen op een manier die past bij elke persoon. De challenge van vandaag is dat wij een potje beachtennis gaan spelen tegen RSM. Degene die als eerst bij de 10 is, heeft gewonnen. Maar wij gaan wel winnen.